letterlijk en figuurlijk midden in Twente ligt, Twente staat. Het is denk ik iets meer dan een halve baan, omdat je ook veel werkbezoeken doet. Mensen gaan thuis gaat opzoeken, leeswerk hebt, stukken doornemen, onderzoek doet. Dus er gaat wel iets meer dan 20 uur in de week in zitten. Maar het zijn wel leuke uren. En de vergoeding, is die vergelijkbaar met een raadslid van Almelo bijvoorbeeld? Nee, die krijgen meer. Ja, die krijgen echt meer. Wij komen denk ik net eens op zo'n 1000 euro uit. Mijn portefeuille is op dit moment economie. En ik heb de eerste 3 jaar heb ik milieu en energie gedaan. Ik heb hier een hoop dingen gehoord, heb dingen op kunnen halen die we ook weer meenemen naar de provincie. Volgende week is in de provincie weer een mooie commissie waarin we ook op bepaalde zaken die heel belangrijk zijn voor deze regio. En waar echt weer een klap wordt gegeven op misschien wel 20 miljoen voor de deals die het niet gehaald hebben in Den Haag. Maar waarvan wij vinden met z'n allen dat ze heel waardevol zijn voor dit gebied. Om daar een klap op te mogen geven. Dat gaan we in ieder geval proberen met de collega's. Ja, we hebben een terminal in Almelo. Alleen ik zie daar lang niet elke dag een schip liggen. Ja, dan lijkt het alsof het niet zo heel druk is. Maar op dit moment slaan wij toch al wel enkele duizenden containers over op die terminal. Die containers die zijn veelal bestemd voor de bedrijven op het XL-park zelf. En de bedoeling is dat wij over een aantal jaren toch groeien naar ergens tussen de 20 en de 25.000 containers. Nu is het wat rustiger, maar u moet ook niet vergeten dat wij eigenlijk pas een maand of 8-9 operationeel zijn op die terminal. Dus het heeft wat aanlooptijd heeft het nodig. Maar de groei zit er wel in op dit moment. We groeien elke maand door met een aantal containers. En wij willen toch in de loop der tijd tussen de 20 en de 25.000 containers daar gaan handelen voor het XL-park, maar ook voor bedrijven elders in Almelo. Dank u wel. Graag gedaan. Als het over het XL-park in Almelo gaat, dan heeft D66 vaak commentaar en vragen. Hoe komt dat? Nou ja, dat komt omdat we het heel erg belangrijk vinden dat we samen die economie daar goed in bezig zijn. En het is belangrijk dat dat goed gebeurt. Dus dan moet je goed betrokken zijn als raadslid om goed te kijken wat er gebeurt, zodat het op de allerbeste manier gaat. En dan blijkt vaak dat er uit Enschede, daar komen de bezwaren over de kavelgrootte of over verkoop aan particulieren en dergelijke. Nee, maar dat moet je zo niet zien. We gaan met z'n allen voor één sterke regio Twente. Sterker nog, we gaan zelfs voor een regio die over de grens heen gaat. He, zelfs naar Duitsland toe. Dat je kunt werken waar je wil, dat je kunt wonen waar je wil. Dat er bedrijven zijn. Dus dat doen we gewoon samen. Dus het is echt heel ouderwets om te gaan denken in die gemeentegrenzen. We zijn samen, proberen we één Twente te zijn. En dat is wat we doen.